Welkom bij MijnSaving.nl. Welkom. We krijgen hier vaak veel klanten over de vloer. Het is ook altijd heel gezellig. En veel vragen gaan hier over. Gewoon, hoe kan ik nog gladder scheren? Nou, we hebben enkele handige scheertips hiervoor. Die ga ik zo opzommen. Heren, maar let op. Glad scheren is prima. Zodra er scheerirritaties optreden, moet je stoppen met scheren. Tip 1. Heren, hoe vaak moet ik het zeggen? Het mooiste en het gladste scheerresultaat, het meest comfortabele scheerresultaat, krijg je toch uiteindelijk door het gebruik van een klassieke scheercreme of een mooie klassieke scheerzeep. Scheerkwast, warm water en een klein beetje tijd. Tip 2. Neem de tijd. Ik heb het vaker gezegd, baardharen zijn zo hard als schoolbedraadjes, of kunnen zo hard zijn als schoolbedraadjes, maar dat zijn ook kleine sponsjes, ze zuigen water op. En juist de combinatie van scheerzeep, scheercreme, warm water en de scheerkwast en de scheerschuim zorgt ervoor dat baardharen ze kunnen volzuigen met water. Ze worden zachter. Hoe zachter die baardharen, hoe makkelijker en comfortabeler het scheren gaat. Tip 3. De stukste baardharen bevinden zich met name hier boven de mond en op de kin. Dus als je gaat scheren en je hebt de scheerschuim aangebracht, begin dan eerst lekker met de wangen aan de zijkant, bij de bakkenbaarden, de halsstreek en pas op het allerlaatste doe je de snor en de kin. Hierdoor kunnen die knetterharde baardharen zich nog even lekker volzuigen met water en dan wordt ze alleen nog zachter van. En dat maakt het scheren makkelijker. Tip 4. Als je gaat scheren, ga dan altijd eerst met de groeirichting van de baardharen meescheren. Dat doe je ook met je klassieke vaardigheidsscheermes of met je favoriete Gillette scheermes. Dus eerst met de baardgroei mee. Als je het nog gladder wilt hebben, opnieuw inschuimen met je scheerschuim en dan vervolgens ga je tegen de baardgroeirichting in. Tip 5. Gebruik vooraf het scheren eventueel een pre-shave product. Dat kan zijn of een pre-shave crème, van Porace bijvoorbeeld, of een mooie pre-shave olie van Trouvetaneel. Een pre-shave product breng je gewoon aan met de vingers, goed verdelen, gewoon laten zitten, niet afspoelen. De scheerschuim gaat gewoon overheen. Pre-shave producten doen twee dingen. Ze zorgen voor een extra beschermlaag tegen het mes. En ze beschermen je huid ook tegen de kwalijke effecten van scheerzepen of scheercremes. Tip 6. Laatste tip. Het is een beetje flauw, maar als je gaat scheren, gebruik dan altijd gewoon scherpe mesjes. Hè? Of gewoon je favoriete Gillette mesje of een double edge scheermesje. Hoe scherp het mesje, hoe gladder het scheerresultaat. Wil je meer weten over gladder scheren? Meer scheertips staan hier op onze webshop. Zo heren, dat was het weer. Tot de volgende keer.